Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal Christel Blue. Ja, bedankt voor uw likes, uw reacties en dat jullie lid zijn van mijn kanaal. Vergeet niet te liken. Als je liked, dan ziet dat YouTube ziet dat ook. En dat, ja, misschien tellen ze dat mee of zo met uitkeren van het reclamebedrag wat ik krijg. Ja, en dat is natuurlijk fijn als ze dat zien. Oh ja, maar zoveel mensen hebben gewaardeerd. Dus dat scheelt allemaal, denk ik. Ik wil degene bedanken die mij gedoneerd heeft. Ze doet al heel lang mijn kanaal volgen. En ze is dankbaar dat ik dus haar hier doorheen geholpen heb. En dat is fijn om te horen natuurlijk dat mijn kanaal dus helpt, mensen helpt. Want dat is de bedoeling natuurlijk van mijn YouTube kanaal. Om mensen verder te brengen, te troosten. En liefde te verspreiden. Dus dank je wel voor de donatie. Heel erg gewaardeerd. Omdat je dit voor mij gedaan hebt. Ik zal maar niet de namen noemen. Ik weet niet of ze dat wil. Goed. Laten we kijken. Dit wordt een collectief bericht. Laten we kijken bij de eerste kaart. Hawk Spirit. That Spirit Be Your Guide. Ja, wees altijd overtuigd dat je altijd begeleid wordt. Spirit is jou dus begeleider. Samen met zijn engelen natuurlijk. En je eigen lichtteam, je eigen gidsen, je eigen beschermengel wordt je begeleid. Je staat er nooit alleen voor. Dus laat het universum jou begeleiden in dit proces waar je op weg naar bent. Hè? Of waar je misschien middenin zit. Vertrouw altijd op dit proces. Ja, 3 en 2 is 5. Het is verandering, dus misschien ga je door een verandering heen. Je gaat het vol vertrouwen aan, deze verandering in je leven. Je kan altijd op het universum vertrouwen. Canary Spirit, sing your own song. Ja. Je zit op een dwarsfluit. En je zingt echt een liedje daar met al die tonen. Wees ook je eigen koning. Wees sterk. Laat niemand jou beïnvloeden als jij keuzes maakt in het leven. Blijf je eigen liedje zingen. Blijf volgen wat jouw hart wilt eigenlijk naar verlangt. Laat niemand jou tegenhouden om jou de mond te snoeren, hè? Zodat je niet meer kan zingen. Ja, een kanarie kan hele mooie vrolijke deuntjes zingen. En dat mag jij ook. Jij mag ook vrolijke liedjes gaan zingen voor jezelf. Hier staat aartsengel Raphaël. Raphaël helpt je om te helen. In je hoofd, body en spirit. Hoofd, lichaam en geest. Weet dat je de heling krijgt van aartsengel. Raphaël is de engel van heling. Dus je hoeft het allemaal niet alleen te doen. En je gaat, dit proces wordt ook dat je geheeld wordt aan het einde. Hè, van de beslissing die je genomen hebt. Ja, het heeft misschien wel effect op je. Maar je wordt geheeld. En dat is een hele geruststelling. Dat de heling komt daarna. Dat je dingen mag helen en dat Raphaël erbij helpt. Ik kan altijd Raphaël dus aanroepen om te helpen met bepaalde dingen te helen in jezelf. Goed, en deze aartsengel gaan we wel. Die zegt de embrace healthy relationships. Die moedig je dus aan om gezonde relaties aan te gaan. Ik heb het even vertaald. Ja, eerst met jezelf, dat is heel belangrijk. En dan een positieve partner aan te trekken, hè? Om een relatie mee op te bouwen. Want het kan ook relaties met familie zijn, op werkgebied, maar ook in je persoonlijk leven, dus echt in de liefde. Dus focus je op gezonde relaties en wat je eraan kan winnen en niet op wat je verloren hebt. Niet wat je verloren hebt, misschien moet je dus je eigen liedje zingen. En dat vind je misschien moeilijk, want misschien kon je al een tijdje niet zingen, was je niet vrolijk. Maar
Maar kijk op wat je niet wat je verloren hebt, maar wat er gaat komen voor je. In ieder geval, gaan we wel troosten in ieder geval. Als je relatietrauma hebt, misschien heb je een trauma opgelopen in relaties. Hij stelt je gerust dat een nieuwe dag aanbreekt. Ook een nieuwe relatie kan opbloeien. Dus ja, niet alle relaties zijn slecht natuurlijk. Je kan hele mooie relaties aantrekken. Ook al is het soms een beetje moeizaam in het begin. Vooral een tweelingzielrelatie natuurlijk. Maar uiteindelijk wordt het een mooie relatie. Vertrouw erop dat die persoon gaat veranderen. Hè? Niet meer zo is als die was of zij was. Hè? Maar dat het echt, ja, dat deze persoon ook gaat groeien. Vooral een tweelingzielrelatie is dat heel erg sterk aanwezig. Deze personen veranderen heel sterk. Worden echt heel erg begeleid door het universum. Om de beste versie van hunzelf te worden. En voor andere relaties, ja, die ga je ook gewoon aantrekken als je niet geen tweelingziel bent. Ga uit ongezonde relaties, zodat je nu ook gezonde relaties kan aantrekken. Maar stel wel duidelijk grenzen. En dat geldt voor tweelingzielen, maar geldt ook voor iedereen eigenlijk, hè. Niemand moet over jouw grenzen heen gaan. Hier staat ook, laat het maar gebeuren, adem de vrede maar in en de onrust maar uit. Ja, misschien ben je onrustig, omdat je misschien je eigen liedje wil zingen. Ja, laat een spiritje dus begeleiden. En de heling komt dus, ja, zodat je nou een gezonde relatie kan aantrekken, hè. En ja, de onrust mag je uitademen. Dus adem in de vrede. Dus moet je me eigenlijk voorstellen dat je de vrede inademt. En de onrust dus weer eruit ademt. Butterfly Spirit. Transformation is beautiful. Ja, dit zie je ook weer met een kroontje. Ja, je kan jezelf kronen. Je kan de koning of koningin zijn, even wie je kijkt. Je kan eigenlijk je eigen transformeren. Misschien moet je keuzes maken. Maar dan kan je het echt je doelen bereiken. Transformatie gaat sowieso door. Koala Spirit. Spirit has a plan. Ja, dat betekent, heb vertrouwen in het universum. Het geluk en plezier die gaat eraan komen. Geef je over aan het universum. Heel belangrijk. Geef het lot van jou eigenlijk in handen van het universum. Als je het echt niet weet zelf. Als je er niet uit kan komen. Van alsjeblieft, Spirit, hier heb je mijn probleem. Ik kan hier niet uitkomen. Ik laat het over aan u. En hij maakt er een heel mooi plan van. Vertrouw op het plan van het universum. Je zult zien dat er opeens een oplossing komt. In mijn geval was het toen wel. Opeens was daar die bevrijding uit mijn huwelijk. Ja, aartsengel Gabriel die zegt, ja, focus je een beetje op creatieve dingen. Misschien als je een beetje angstig bent en in de stress zit. Dat is ook heel goed voor heling en om kalm te worden. Ja, misschien een muziekinstrument bespelen. Maar zodat je, ja, het is eigenlijk een soort meditatie. Zo, als je gaat tekenen of schilderen, dan is het eigenlijk al een beetje een soort of breien of haken. Een beetje dat je rustig wordt. Een beetje, ja, mediteren kan ook op zo'n manier dat jij dus ja, heel rustig bezig bent. En tot rust, dat je ziel tot rust komt. Heaven messengers. Ja, je geliefden in de hemel, die zijn ook bij je. Ze zijn veilig voor degene die misschien net een dierbare hebben verloren. Ze weet dat ze veilig zijn aangekomen. En dat ze ook meekijken met jouw processen. Eigenlijk ben je nooit alleen.
Misschien als je iemand verloren hebt, denk je van, nou sta ik helemaal alleen voor. Maar ja, ze blijven meekijken met je. Ze willen je ook beschermen. En ja, ze zijn daar ook veilig en beschermd. Alles is goed met hen, hè? Ze zijn daar verbonden met familie en vrienden weer. En ja, in hemel is het prachtig. Maar het is echt een boodschap voor iemand die ja, iemand mist die in de hemel is op het ogenblik. Dus ze zijn veilig en ze zijn bij familie en vrienden. Hier staat, wil je echt nog steeds de ervaring van onrust en onvrede? Het hoeft niet meer hoor, echt niet. Nee, als je bijvoorbeeld in oude patronen blijft hangen, dan blijf je in die onrust en onvrede. Dan voel je je eigenlijk niet happy. En dat wil je niet, hè? Je wil toch verder komen. Misschien blijf je in een oude relatie omdat je bang bent voor een nieuwe relatie. Dan dat je bang bent, nou misschien is het wel hetzelfde. Misschien word ik weer teleurgesteld. Krijg ik niet de liefde die ik verdien. Maar dat is geen goede instelling. Je moet gewoon verwachten dat jij veel gelukkiger wordt in een relatie die het universum voor jou voor ogen hebt. Wombat spirit, be at home. Ja, wees thuis bij jezelf. En misschien kun je eigenlijk je thuis voelen bij echt een geliefde. Waarbij je echt past, die het universum voor je uitgezocht hebt. Maar eerst thuis komen bij jezelf. Je goed voelen in je eigen huis. Je huis is bij jezelf natuurlijk. Het lichaam is je huis. Dog spirit. Be loyal to what you love. Ja, waar hou je van? Ga eens diep voelen in jezelf. Waar hou je van? Ben je loyaal daaraan? Kies je voor jezelf? Kies jij voor iets wat jij wilt in je leven? Waar verlang je naar? Verlang je naar liefde, een passie, en misschien nog ander werk of ja, goede relatie met familie? Of ja, waar hou je van? Wat wil je bereiken in je leven? Wat is jouw verlangen? Ga dus heel diep voelen in jezelf. Waar verlangt jouw ziel naar? Angel of Wisdom. Ja, je bent spiritueel aan het groeien. Die engelen helpen mee door steeds jouw lessen te geven. En aldoende leert men, hè? Aldoende leert men van al die lessen. Daar ga je ontzettend spiritueel van groeien. En had je misschien niet verwacht, hè? Ik ook niet. Ik ben natuurlijk ook elke dag aan het groeien. De kaarten helpen mij mee natuurlijk. Ja, je wordt steeds wijzer. Je intuïtie gaat steeds meer omhoog. Dus je gaat wel groeien. Intenties. En als je intenties zet, dan kunnen jouw dromen uitkomen. En dan is de toekomst daar, hè? Ze houdt de wereldbol in de handen. Dus ja, wil jij Moeder Aarde ook helpen? Is dat jouw missie? Zal niet voor iedereen zijn natuurlijk die kijkt. En dan kan je bestemming bereiken als jij je intentie goed zet. Hè? Als jij denkt van, ja, wat wil ik in mijn leven? Je groeit wel steeds meer. En wat is, ja, kom jij thuis in jezelf? Hoor jij je ware zelf? Ben jij trouw aan jezelf? Ben je loyaal aan jezelf? Wat zijn je intenties? Wat kan jou nou dat geluk brengen? Wat kan jouw dromen uit doen komen? Wat wil jij? Wil je de goede intenties zetten om dat te bereiken? Het kan anders, zegt dit kaartje. Ervaar het nu eens vanuit je diepe gevoel van vrede. Is het dan niet veel mooier? Ja, dan heb je ook meer vrede in jezelf, hè? Het kan anders dan het leven die je nu leidt, eigenlijk. En ja, kijk echt diep in jezelf van, wat wil ik in mijn leven? Het kan veel mooier dan het nu is.
Als je het op ook een, ja, de vrede voelt in jezelf, ook wat er nu allemaal speelt, dan, ja, dan kan je veel gelukkiger leven eigenlijk. Wat er nu allemaal in de wereld speelt. Als jij maar vrede in jezelf voelt ook. Om echt weet wat je wilt in het leven. Goed, dit was mijn reading. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. In ieder geval, geniet van deze zonnige dag. En tot de volgende keer. Like mij, word lid. Doeg!